Afgelopen donderdag kwamen de Europese landen samen om te praten over migratie en vluchtelingen. En de toon was ook, zo zachtst gezegd, harder dan ooit. Er wordt hardop gespeculeerd om een muur om Europa te bouwen of te werken met grenshekken. Voor de duidelijkheid, de landsgrens van Europa is 9000 kilometer en de zeegrens is 44.000 kilometer. Dat zijn heel veel hekken. Of zoals ze bij de Gamma zeggen, loop maar even mee naar achter. Bovendien plant Vlaanderen dan ook nog eens 3300 kilometer haag extra. Zodat je die mensen die hier, als ze dan komen, ook niet echt hoeft te zien vanuit je hof. De vraag is, waarom is de toon zo verhard? Kortom, hoe zijn we gekomen van Wir schaffen das naar... Build that wall, build that wall, build that wall, build that wall. Goed, hè? Toen dachten we nog dat dat een mentaal gestoorde man was. Inmiddels praten we precies zo. Het simpelste antwoord vanuit de politiek gezien is, het levert stemmen op. Hoe harder je je uitspreekt tegen migratie en vluchtelingen, hoe populairder je wordt. In eigen land zijn de voorbeelden heel duidelijk. Maggie de Glock groeide uit van onbekende backbencher tot de populairste politica van Vlaanderen, omdat ze als staatssecretaris voor asiel en migratie, ja, een nuchter maar streng beleid voerde. Haar aantal voorkeurstemmen verzestienvoudigde. Van 8.040 in 2010 tot 131.713 in 2014. Toen Theo Franke begon als staatssecretaris voor asiel en migratie, had hij 45.000 voorkeurstemmen. Eén staatssecretarisschap later had hij dat verdrievoudigd tot 122.738. En zelfs bij de huidige staatssecretaris Nicole de Moor is er iets gebeurd in de populariteit. Het YouTube-kanaal van mevrouw de Moor had, toen ze deze zomer begon, maar één abonnee, eentje. En wat denk je nu? Twee. Huppakee. Dat is een instroom van 100% op haar kanaal. Kortom, een harde toon loont. En Nicole de Moor heeft dat snel moeten leren, want ze begon namelijk veel te lief. Wel, asiel en migratie is natuurlijk het departement bij uitstek waarin we voelen dat we niet alleen zijn op de wereld. Wie heeft mevrouw de Moor de verkeerde tekst gegeven? Dat is niet aardig. Het is, we zijn de enige op de wereld. Wat hadden we nou afgesproken? Nou, dit was afgelopen zomer, maar inmiddels zitten we in de winter en is er in dit land, onder de verantwoordelijkheid van deze staatssecretaris, een opvangcrisis ontstaan, omdat er te weinig opvangplaatsen zijn. Mensen slapen op straat en daarvan denken de meeste mensen thuis toch hetzelfde, namelijk hoe is dat in zo'n rijk en welvarend land als het onze mogelijk? Sommige andere mensen thuis denken dan weer iets anders. Het ging over 125 mensen. Ja, dan denk ik dat veel mensen thuis toch denken, ja, is dat nu zo moeilijk om 125 bedden bij te creëren? Hoe moeilijk kan dat zijn? Kijk, ik pleit er niet voor om Gert Verhulst staatssecretaris voor asiel en migratie te maken. Maar hij heeft wel op 1 jaar tijd het Kloksa Hotel gebouwd. Ja, met kamers waar je met heel het gezin in kan en voetballen. Hier, hoppakee. Uiteraard is de oplossing niet simpel. En niemand zal de intentie hebben om mensen op straat te laten slapen. Maar de menselijkheid lijkt volledig verdwenen. En pas op, Nicole de Moor heeft menselijkheid hoog in het vaandel staan. Want voor haar hoeft het aan de Europese grenzen geen blinde muur te zijn. Dus ja, een muur, om het plastisch uit te drukken. Letterlijk. Maar met een deur erin voor mensen die bescherming nodig hebben. Ja, er moet een deur in. En een bel die het niet doet en dan moet je kloppen. Ja, dat is, zo gaat het, zo gaat het. Blijkbaar was er ook zoveel discussie binnen de regering over die muur dat België zonder standpunt naar de Europese top is getrokken. Want migratie leent zich ook heel goed om je te kunnen profileren ten opzichte van je politieke tegenstanders. Toen Sammy Mehdi Theo Franke opvolgde als staatssecretaris, was het eerste wat hij deed afgeven op het beleid van zijn voorganger. Tot op het moment dat ik toekwam op het departement was er geen letter geschreven. Er zat meer klentuberol in het bloed van Contador dan dat er letters stonden in het migratiewetboek van meneer Franke. Miauw. Al dus de man die leiding geeft aan de partij die sneller daalt in de peilingen dan Marco Portani in de Tour de France van 1998. Maar aan de andere kant laat de voorganger ook geen mogelijkheid onbenut om de opvolger af te snauwen. Want wat hebben ze met de ontdraningscampagnes van Theo Franke gedaan? Ze hebben mijn ontdraningscampagnes offline gehaald de dag dat ik weg was. En ze hebben ze nooit meer online gezet. Het zijn trouwens geen vrouwen die komen. Het zijn bijna allemaal jonge mannen. Hè? En dat komt omdat ze Theo Franke's Grindr-profiel wel online hebben laten staan.
En Theo Franke wil echt geen migratiestop. Absoluut niet. Dan mogen best mensen komen, als het maar vrouwen zijn. Is er een probleem dat als mijn zoon later verliefd wordt op een meisje uit Peru of uit Senegal of weet ik veel wat, en die wil laten komen om hier samen een mooi leven te starten? En zo is Theo Franke toch opeens wel een voorstander van gezinshereniging. Wat kan het snel gaan? Maar tussen het gekibbel op Belgisch niveau en het hardop fantaseren over muren en hekken op Europees niveau is nog altijd een realiteit. Een realiteit van mensen die aan het wachten zijn. Wachten tot ze een asielaanvraag kunnen doen in ons land. Want waarom wil iedereen een asielaanvraag doen in ons land? We zijn een zeer welvarend land. En gecombineerd daarmee, we zijn een zeer open land. Mm. Brussel is op een soort index van internationalisme is de tweede stad ter wereld. We zijn heel aantrekkelijk. Op een soort van index. Maar we laten die mensen wel wachten. Heel lang wachten, te lang wachten. En hoe hard je die mensen ook probeert te ontmenselijken, af te raden om naar hier te komen of probeert weg te jagen, de hoop van die mensen is sterker dan dat. Kijk, de politici van dit land zijn ook bijna niet meer te bereiken. Dus richt ik mij even tot een groep mensen die snapt wat ik bedoel. Beste Beyoncé-fans. Jullie weten wat het is om te wachten. Wachten terwijl je weet dat het hoogstwaarschijnlijk toch niet gaat lukken. Maar het vooruitzicht is te aantrekkelijk om op te geven. Een wachtrij van 120.000 mensen en toch blijf je proberen. Maar dan dat het niet over een concert, maar over je leven gaat. Dus, laten we zorgen dat we al die mensen die het gelukt is om binnen te raken, dat we die dan ook het concert van hun leven geven. België moet de Beyoncé van Europa worden. En tegen Nicole de Moor zeg ik: dream it, work hard, grind it, till you own it.